Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1115 met een uitzending voor vandaag 24 oktober 2017. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag deel 12 van de serie over communicatie onder water. We dwalen in de tweeluik van vandaag en morgen even af van de communicatie en we gaan wat verder in op de onderzeeërs van de tijd rond de Tweede Wereldoorlog en wat die voorstelde. Daarna komen we nog even terug bij Enigma. We hebben het zoals tot nu toe daarbij alleen over de Duitse onderzeeërs. Dat is ook in dit tweeluik zo. Dat is deels omdat de Duitse onderzeeërs een veel belangrijker factor waren in de oorlog dan die van de andere machten. Wat overigens voor een belangrijk deel het gevolg was van de lange aanvoerlijnen over de oceaan van bijvoorbeeld de VS naar Engeland. Daarnaast waren de Duitse onderzeeërs ook voor die dagen zeer geavanceerd. Ik wil me eigenlijk beperken tot de onderzeeërs uit de Tweede Wereldoorlog. Duitsland begon al met onderzeeërs te bouwen in 1850. De eerste Duitse onderzeeër was de Brandtauger, de brandduiker. Dat schip dat ging verloren tijdens een testduik ten behoeve van een keuring in februari 1851. Er ging iets mis met de apparatuur en de sub kwam vervolgens 20 meter diep op de bodem in de haven van Kiel te liggen. Ontwerper en maker van de sub, Wilhelm Bauer, die zelf aan boord was, liet vervolgens water naar binnen. Daardoor steeg de druk binnen in de sub zodanig dat het luik aan de bovenkant geopend kon worden, waarna de drie inzittenden naar het wateroppervlak konden zwemmen. Pas in 1887, dus 37 jaar later, werd het wrak bij toeval gedurende baggerwerkzaamheden in de haven ontdekt. Sindsdien is het schip gerestaureerd. Een tijd heeft het in het museum van de Oost-Duitse Volksarmee in Potsdam gestaan. Tegenwoordig bevindt het schip zich in het Militair Historisch Museum in Dresden. In totaal gebruikten de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog 11 hoofdtypen onderzeeërs en daarnaast nog een stuk of 4 dwergonderzeeërs. Aan het eind van de oorlog waren er plannen voor onderzeeërs met raketaandrijving, ja serieus, die doordat de raketmotoren zelf hun zuurstof genereerden vanwege die aandrijving langer onder water konden blijven. Dit plan ging uiteindelijk niet door omdat de Duitsers de benodigde raketbrandstof, waterstofperoxide, nooit in de benodigde hoeveelheden zouden kunnen maken. De eerste drie typen, type 1, 2 en 5, waren al dan niet voltooide prototypen of kleine onderzeeërs voor trainingdoeleinden. Het vierde type was type 7, het zeg maar werkpaard van de Duitsers in die dagen. Hiervan zijn in de Tweede Wereldoorlog zo'n 700 ingezet. Het type 7 was ruim 67 meter lang met een actieradius van 15.700 kilometer bij 10 knopen aan het oppervlak en 150 kilometer bij 7,4 kilometer per uur onder water. De opeenvolgende typen daarna waren onderzeeërs voor een extra groot bereik, mijnenleggers, een type experimentele schepen en type 14, dat waren bevoorradingsschepen, bijgenaamd de melkkoe. Type 17 was een bijzonder type, een kleine onderzeeër voor gebruik nabij de kust, met voor onderwater gasturbinemotoren die op een mengsel van waterstofperoxide werkten, waardoor deze verbrandingsmotoren geen extra zuurstof nodig hadden. De meest geavanceerde klasse van onderzeeërs was het nauwelijks in actie gekomen type 21. Dat type aanduiding werd overigens gewoonlijk met de Romeinse cijfers geschreven, dus type 21 is type XXI. Type 21 was zijn tijd ver vooruit en stond na de oorlog bijvoorbeeld model voor de generaties onderzeeërs die de Amerikanen daarna produceerden. Het schip was bijna 77 meter lang en had aan het oppervlak een waterverplaatsing van ruim 1600 ton. Onder water was dat ruim 1800 ton. De aandrijving gebeurde met 2 man supercharged 6-cylinder dieselmotoren van elk 4000 pk. Daarnaast waren er 2 elektromotoren van elk 5000 pk en ook beschikte het schip over 2 superstille elektromotoren van 226 pk elk. De type 21 had een actieradius van schrik niet 28.700 km bij snelheid van 10 knopen aan de oppervlakte. Onder water was dat bij 9,3 km per uur 630 km aan één stuk. Maximale diepte was 240 meter. Er gingen 5 officieren mee en 52 manschappen. Zowel de Russen, de Amerikanen als de verschillende andere geallieerden kregen na de capitulatie de beschikking over dit type Duitse onderzeeërs. De Amerikanen gebruikten een aantal jaren de door de Duitsers gemaakte U-2513 en de U-3008. In november 1946 bezocht Amerikaanse president Harry S. Truman de nu Amerikaanse U-2513 en de sub maakte daarbij een duik tot 130 meter diep met de Amerikaanse president aan boord. De U-2513 ging uiteindelijk in 1951 ten onder als oefendoel bij een oefening. De U-3008 werd in 1956 gesloopt. Frankrijk gebruikte de U-2518 tot 1967 en de sub deed daar actief dienst, onder andere tijdens de Suez-crisis in 1956. Rusland en Engeland gebruikten ook nog meerdere jaren type 21 onderzeeërs van de Duitsers.
Morgen gaan we nog even verder over de type 21 sub. Vanavond is het trouwens weer de D-Star-ronde vanaf 8:30. Als je geen D-Star-spullen hebt, kun je meeluisteren via de site van Frans, PD4 FMJ, fmj.nl. Zeg ik dat nog goed? Papadelta 4, Voegstrot, Mike, Juliet.nl. En dan kun je bovenaan klikken op de D-Star-player, PD4 FMJ.nl dus. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechtsbovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.